Kijkers, zoals u achter me ziet, zijn een groep mensen al bij het DNA-gebouw om hun petitie in te dienen. Het is een klein groepje, maar ik denk wel dat er iets van uit de bus komt. Wij als gemeenschap van Blauwgrond en buiten Blauwgrond hebben onze dierbaren daar begraven. We zijn geconfronteerd met een mededeling van handen. Per januari 2024 gaan we wij vinden als nabestaanden dat voor ons als nabestaanden ongekend is en als aan de gang dat als een op de een of andere dag op die manier gaat komen. We hebben gezegd van nee, we gaan daarvoor wel onze stem niet laten horen. Ja. Toch? En verdere details en verdere informaties nadat we de brief hebben bezorgd bij de voorzitter. Mm. Verder. Maar dat is de essentie. De essentie is dat wij als nabestaanden voelen niet meer prettig op die manier dat de dierbaren die daar rusten. Dus als je in een bord bij een begraafplaats zit, rust tevrede. Rust in vrede, rust zacht, rust in vrede. Rust tevrede rust in vrede nog bestaan morgen. Ja. Dat is een probleem voor nu. Maar de man wat hij nu zei, Er was een brief geweest van commissaris Bola toen, ja. Oktober. En als beheer gegeven aan Hamda. Beheren, let wel wat ik zeg, beheer. En wat moet een begrafenis ondernemen, een begraafplaats beheren? Nou, ik van een retakje. Je pot merkje die poespoesie. Dat is diep zal eruit. En we kunnen het niet. Ja. We hebben aangeschreven, de Hamdar, de begrafenisondernemer, met CC aan DC Bola, CC aan PG, nee, CC aan de voorzitter van het parlement en ook CC aan de kabinet-president van de president. Daar, ja. Naar hier gaan we naar het kabinet van de president. Dus. Als ik het zo hoor, zijn jullie niet van plan om te ontruimen? Hoe? Over mijn dead body, mevrouw E. Over mijn dead body, over iedereen hier. Voor ons dead body. Laten we een beetje duidelijkheid hebben. Misschien moet het wet naar het constitutioneel hof om getoetst te worden. Dat doen we dat. Maar we gaan voor strijden hoor. Gelukkig hebben we een jurist bij de hand. Mr. Greg Sitaram, pro deo. SS advocatenkantoor aan de Hertogstraat. Wat doen we dat? Dit is namens de advocatenkantoor. Namens jurist Greg Sitaram, ja. Die ons bijstaat. We gaan ervoor strijden. Afgelopen zondag hebben we schoongemaakt. Je ziet de delegatie hier. Al meer dan 80 mensen. Met maar binnen 900 tot 1000 nabestaanden daar. Je weet. Nou, nog kan Sribi vinden toch? Maar wanneer ik over Sani, de president heeft gezegd. Toch? Waarom roof? Maar wat noemen we dit? Begraafplaats roof. Berper roof. Wat, wat hopen jullie dat de Nationale Assemblée zou doen in deze kwestie? We geven de brief. De voorzitter zal het voorleggen aan het parlement. We hebben ook een paar parlementariërs gevraagd om dit ook in de goede banen te leiden voor ons. Je ziet mevrouw Ansadi, parlementariër, Stefan Sjang. Vorige keer was de heer Sidik Murtabat ook bij ons daar op bezoek. Dus, het is een zeer nationale zaak. Maar we willen dit ook voorkomen. Wat op Blauwgrond, openbare begraafplaats Blauwgrond gebeurt, ook andere begraafplaatsen, dat doen we. Laat die kloofieter vanaf. Kloofieter vanaf. Er zijn genoeg gronden om begraafplaatsen van te maken. Maar de begraafplaats daar wij voor zijn, ja, normaal. Come on. Ja. Come on. En wat het is, wij zijn moslims. Javanisme, toch? Vooral de moslims en de javanisme doen daar op basis van de religie, culturele en spirituele handelingen. Tijd en ontijd. Vooral de tijd waarbij op basis van mensen bij de moslims, sasi ruwa voor de sasi poso, dat doen wij handelen. Maar tijd en tijd gaan we begraafplaats schoonmaken. Ja. Als je ziet zoveel bos daar, graag dat die straks meekomt met ons op de begraafplaats, graag. Ik nodig de pers uit straks, nadat we bij de president bij geweest, kabinetpresident, ook naar de begraafplaats te kijken. Akring. Ja.
Crimea, ja. Waar is die begraafplaats precies? Andere twee kinderen weg op blauwgrond. En dit gaan we aanvechten. Mevrouw Eik, we gaan dit aanvechten. Wat dan ook, daarom heb ik de parlementariër gevraagd om ons te ondersteunen. Bedankt meneer Chang, bedankt mevrouw Adi, meneer Tarnadi. Mevrouw, bedankt voor de ondersteuning. We gaan deze brief wel aan de voorzitter van het parlement geven. Dat ze ook komen ondersteunen. En dat wanneer op het parlement dat hij was zij, woord gaat pleiten voor ons. En dit is niet voor het eerst. Het is een aantal keren in het parlement gesproken door meneer Mustaja. Meneer Lepetrakes, hallo. Hoe deed nu een gangster konden, mevrouw? Nu nam ik mijn actie. Je stelt mij vragen, maar hoe deed nu een gangster konden? Mami, dan ga je antwoord op een vraag. Oké, dan ga je antwoord. Dan ga je antwoord. Je zou opblokken, kan toch niet? Ja. Er zijn zoveel belangrijke. Voor slot gaan naar binnen. Takbir! Hallo Akbar! Takbir! Hallo Akbar! Takbir! Hallo Akbar! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu Hamas. Meneer Sang, goedendag. Hoe gaat het met u? Goed, hoe is het met u? Het lukt wel. Wat is het probleem hier precies met begraafplaats Blauwgrond? Nou, ik heb begrepen dat de regering de begraafplaats heeft uitgegeven aan Hamdard. En dat is, de mensen die hier zijn, die hebben hun geliefden en zo daar begraven. En er is geen zekerheid voor hun wat er met de begraafplaats gaat gebeuren. Er is een aantal keren ook aangehaald hier in DNA door geacht lid Mustaja. Maar we hebben er nooit antwoord op gekregen en we hebben in feite niks van de regering vernomen daarover. Totdat de mensen nu weer hier zijn en ik heb begrepen dat ze een brief hebben waarin staat dat de begraafplaats is weggegeven aan een bedrijf. Ik heb al genoemd Hamdard. En ik denk niet dat dat zo moet. En ik denk dat er in ieder geval uit respect voor de nabestaanden en de mensen die hier zijn, dat er in dialoog met ze wordt getreden. Voordat je dit soort dingen gaat doen, toch? Want ik heb ook mensen op de begraafplaats. En het zou ook niet leuk zijn als ik achteraf hoor dat de begraafplaats is weggegeven aan een bedrijf. En wat moet er daarna gebeuren met mijn dierbare? Mevrouw Eek, kan je het ook vastleggen? Laat me dat. Ik ga het niet voordragen. Wat zegt u? Gaat het niet voordragen dat we horen wat erin staat? Nee, het is voor de voorzitter. Okay. Als de griffier weer open. Kijkers, de protestanten gaan nu naar het kabinet van de president om ook daar een brief in te dienen. Dus wij brengen nu het volgende. Kijkers, we zijn nu bij het kabinet van de president. Zoals u ziet zijn de mensen achter ons. Laten we kijken wat er hier uit de bus kan komen. Die adem moet ik hier wachten. Ja? Ja. Even. De nabestaanden gevraagd ons met deze delegatie kan ondersteunen. Gevraagd om even te wachten. Ik mag alleen naar binnen. Dus ga ik alleen naar binnen om het aan te geven, het brief. Okay. Dus ik wat, kan ik niet naar binnen? Ja. Oké, dankjewel. Kijkers, een van de initiatiefnemers, ook de heer die de petitie gaat indienen, mag nu naar binnen bij de president in het kabinet om zijn petitie in te dienen. Hij is nu op weg naar binnen en laten wij hopen dat de president er werk van maakt. Kijkers, we staan hier met een van de voortrekkers van het platform. Meneer, goedendag, hoe gaat het met u? Goedendag. En wat is het probleem precies? Nou, ze willen die begraafplaats van gewoon pikken. Dus de overheid heeft aan meneer Hamdard gegeven. Maar er zijn zoveel belangen daar zo. Er zijn zoveel nabestaanden die daar begraven. Nee, ja. Maar het is nog niet goed. Er zijn zoveel plaatsen. Er zijn zoveel percelen, die leeg percelen. Waarom speciaal op twee kinderen weg? En jullie hebben ook een petitie ingediend. Wat is jullie verwachting toen naar de president? Wat denkt u dat hij moet doen? Ja, hij moet teruggedraaid worden. Moet teruggedraaid. Er zijn zoveel belangen daar zo. En wanneer heeft u gehoord dat Persil is afgegeven aan hem daar? Ik weet niet, oktober. Oktober 2020.
Oktober 2023. Ja. En dan heeft u een platform gecreëerd om dan tegen de strijd. Ja. Ja. Want ze hebben ons als nabestaanden niet benaderd om te praten over de begraafplaats. Eigenlijk moeten ze eerst ons benaderen over die begraafplaats. Dat die meneer Hamdad dat gaat doen, toch? En dat wij al jaren daar bezig zijn met schoonmaken. Al is het één keer per jaar, maar we zijn daar bezig. We zijn echt gebonden met die begraafplaats. Want onze oma's, opa's, die uit Indonesië komen en hier zijn begraven. En hier in Suriname vestig, zijn wij ook met hen meegegaan. En wat zij ons hebben nagelaten met een gezegde, dat gaan wij ook naleven. En meneer, u bent? Kamit, Glenn Kamit, voorzitter van de platform Bouw. Ik wil even zeggen, want er was een vraag gesteld, maar we hebben een verkeerde antwoord gegeven. Wanneer is de Hamdad? Ja. Hebben jullie gehoord dat Hamdad? Oktober, vorig jaar. Vorig jaar oktober. In 2022? Nee, oktober is de brief uitgegeven. We hebben 22 toch? Nee. Ja. Yes, oktober, ik heb net gezegd. Oktober 2022, ja. Maar we hebben gehad op de 2023. Brief, ja. We hebben in andere ogen gezien. Even. Omdat je hier eenmaal bent, dan ga ik je wel die brief tonen. Als pers, toch? Het is transparantie en openheid van zaken, dat die weet waarover het gaat en welk brief het gaat. En het is goed dat die als pers ook te weten komt wanneer de brief. Kijk, dit is de brief. Zie je het brief? Moet ik het voorlezen? Ja, wel graag. Ja. Oké. Onderwerp: geen bezwaar, beheer, begraafplaats. Paramaribo, 3 oktober 2022. Dat was het vorig jaar. Aan de directeur van Hamdar, bloedkistenbedrijf en uitvaartverzorging, heer M.J. Rajbali. Geachte heer, verwijs het naar uw schrijven dato 3 december 2021 betreffende het verzoek dat beheer van de begraafplaats 2 Kinderweg over te mogen nemen, deel ik u mede dat er uwerzijds geen bezwaren zijn met dien verstaande dat de begraafplaats het openbaar karakter blijft behouden. Ik zet het op nadruk, openbaar karakter. Deze verklaring wordt afgegeven om te overleggen waar zulks nodig mag blijken. De stresscommissaris W. R. Bola. Dat is de brief. Begrijp je? Ja. Dus wat mijn collega naar bestaande gezegd heeft of niet gezegd heeft. En anderszins bepaalde dingen. Dat is. U heeft de petitie ingediend met DNA. Het is geen petitie, het is een brief. Namens onze jurist, meester Greg Sitaram, bij de SS Advocatenkantoor, hebben we als jurist genomen. En wij, van de nabestaanden, zijn van orde dat het dus op die manier niet kan. En hij heeft een brief gestuurd naar Hamdard. En die CC van dat brief is gestuurd naar de districtcommissaris Bola. Daarna naar de PG. En ik heb zelf gezien, we hebben ook naar de assemblee gebracht. Om daarover te belibereren. En dat heb ik ook een brief gebracht voor de president. Dus nu zijn we wachtende om dat antwoord, maar we gaan verder. Niemand houdt ons tegen als nabestaanden. Om waar ons dierbare dienst daar zijn begraven. Te onderhouden. Te schoon te maken. Wat dan op onze manier. Onze plicht als nabestaanden, onze religieuze plicht, culturele plicht en de spirituele plicht. Dat is wat ik daar zeg. En we hebben het jaren gedaan. Dus plotseling moet het 1 januari 2024 gestopt worden. Hallo? Oké. Okay. En laat zeggen, u heeft, ja, u krijgt je antwoord van de president. Wat zijn de volgende stappen dat u wilt ondernemen? We krijgen geen antwoord van de president, maar we moeten antwoord krijgen van het parlement. Stem van het volk. Daar is het. Toch? Want ze zijn zo trias politica. De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke wacht.
Drie. Het zijn drie machten. En we gaan verder. En ook na januari 2024 gaan we verder. Gaan we verder. Gaan we verder. Dat is goed. Ik hoop dat wel uw brief in behandeling wordt genomen en u zo snel mogelijk een antwoord ontvangt. Graag. Ik hoop dat op een goede manier de brieven wordt behandeld. Die ons als nabestaanden gegerust hart laat geven. Omdat wat je hier ziet is slechts een druppeltje van de hete plaat. Maar we hebben niet zo ver laten komen dat wel met massa aan de proppen komt. En dat wil komen. Laten we hopen dat men het goed verstand gebruikt. Deze een goed en weloverwogen beslissing neemt. Naar de nabestaanden toe. Ja. Ik wil u danken als pers ons woord te staan en u ook succes toe wensen. Zon is fel, maar we gaan verder. We gaan naar hier, ook naar de begraafplaats op Blauwgras. Kijkers, zoals jullie hebben gehoord en gezien, dat was een klein groepje van het platform Beheer en Behoud, openbaar begraafplaats Blauwgras. Zij hebben een brief ingediend bij het DNA en ook bij het kabinet van de president. En hopen op een antwoord dat ze hun begraafplaats waar hun overgrootouders rusten terugkrijgen. Kijkers, ik ben met mijn cameraman Akash Ramdin, ik ben Krishna Lakpat en wij zien u bij het volgende.